zon schijnt, temperatuur stijgt, wat is lekkerder dan verkoeling zoeken in het water? Maar soms kan blauwalg de pret aardig verstoren. Een blauwalg is eigenlijk helemaal geen alg, maar een bacterie. En die komen van nature in ons water voor, eigenlijk overal in de hele wereld. En ze worden algen genoemd omdat ze hetzelfde kunnen als algen, zuurstof maken. En de kleur is blauwig meestal, vandaar de naam. Als ze altijd in het water zitten, waarom zie je ze dan vaak in de zomer? Nou, je ziet ze vooral in de zomer omdat blauwe algen erg happy worden van lekker warm water. Dan kunnen ze zich namelijk sneller vermeerderen. Als je nou een langere periode warm weer hebt, dan vermeerderen ze zich zelfs explosief. Dan spreken we van algenbloei. Daardoor kunnen drijflagen ontstaan. Dat zie je vaak in jachthavens, oevers, strandjes. En dat is wel vervelend, want als die afsterven kunnen die flink stinken. Waar leven ze van? Na zonlicht en CO2 leven ze van voedingsstoffen, fosfaat en nitraat. En dat halen ze hier direct uit het water. Die voedingsstoffen komen vanuit de omgeving via de watergangen in het Paterswoldsemeer terecht. Maar ook afstervende plantenresten leveren voedingsstoffen. Zoals de planten uit het meer, maar ook het blad van de bomen. Waarom is het zo lastig ze te bestrijden? Omdat we dan de hoeveelheid voedingsstoffen drastisch moeten verminderen. Dat is dus onze grootste uitdaging. Daarnaast spelen andere factoren ook een rol. De grootte van het meer, de diepte van het meer en de voedingsrijke waterbodem. Daardoor hebben geëikte maatregelen als doorspoelen, pompen, mengen of het scheiden van water nauwelijks effect. Bij de Hoornse Dijk is een ijzerzandpassage aangelegd. IJzerzand bindt fosfaat. Het water wordt op deze manier gefilterd voordat het het meer inkomt. Met de onlangs geplaatste meetapparatuur bij zwemlocatie De Leijten kan het waterschap de kwaliteit rechtstreeks in de gaten houden. Waarschuwingen kunnen dus heel snel afgegeven en opgeheven worden. En iedere 2 weken tijdens het zwemseizoen controleren onze collega's van waterschap Huntenaas de zwemlocaties op blauwalgen en bacteriën. Ter plekke wordt een eerste beoordeling gedaan en de monsters worden gecontroleerd in het laboratorium. Blauwalgbloei is wereldwijd een probleem. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Door het verbeteren van de waterkwaliteit zouden we op termijn minder vaak blauwalgbloei moeten krijgen. Maar helaas is er nog geen oplossing gevonden die het kan voorkomen. En wat kunnen wij zelf doen? Vooral geen afval gaan storten in het gebied. Snoeiafval, maisel van grasvelden. Nou, het zwerfvuil dat spreekt natuurlijk voor zich. De meest gekke dingen worden hier op de eilanden gegooid. En dat bevordert niet alleen de groei van blauwe alg, maar je krijgt er bijvoorbeeld ook duizendknopen. De Japanse duizendknopen is een exoot waar je nooit meer vanaf komt. En wat moet je doen als je blauwe alg ziet? Nou, de mensen zouden het kunnen melden, maar dat hoeft niet per se, want wij monitoren zelf het meer. We komen dagelijks op het meer. Meestal als de mensen het constateren, hebben wij het ook al wel geconstateerd. Tot slot. Bij het afsterven van blauwalg kunnen dus gifstoffen vrijkomen. Mocht jij of je hond daarmee in aanraking komen, kan dat huidirritatie, maag, darmklachten veroorzaken. Dus zwem veilig, voorkom klachten, zwem op officiële zwemlocaties en hou de borden in de gaten. Hier volgt een negatief zwemadvies als er te veel blauwalg in het water zit. Wil je alles nog even nalezen? Check onze site. En tot de volgende!